mijn game over. Ik geloof niet dat het echt heel erg goed met mij is afgelopen. Waar je hier naar kijkt, dat is eigenlijk het beeldscherm van een computer. De computer berekent hoeveel punten ik heb. Maar niet alleen de totaalscore berekent de computer. Alle puntjes op het scherm zijn eigenlijk allemaal computerberekeningen. Alles wat je ziet. Nou, je ziet het. Hier zit de computer en die maakt de simulatie. En aan de hand daarvan worden alle berekeningen gemaakt. De volgende. Nou, dat is nog een hele klus om op de weg te blijven. Je ziet ook hier is weer een computerbeeldscherm. En de computer die berekent allemaal obstakels, zoals die stenen, rotsblokken en zo. Die moet ik dan allemaal ontwijken. Dus die computer die berekent dan ook weer wat ik aan het doen ben. En die computer die zit daar beneden. I'm in trouble. I need your help. Then I made my first mistake. De computer van deze die animeert zelfs regen en sneeuw. Ik krijg echt de smaak te pakken. Ik vind het hartstikke leuk. Maar de computer wordt natuurlijk niet alleen maar gebruikt om spelletjes te berekenen. We zijn hier bij de Technische Universiteit in Delft. En wat hier staat, het lijkt ook wel een beetje op zo'n computerspel. Het lijkt net een motor. Maar natuurlijk spelen ze hier op de universiteit niet zomaar spelletjes, maar wordt er hier wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wat is er aan de hand? Hier doen ze onderzoek naar virtual reality. Een computerwereld waar je in kan. Hoe doe je dat? Ik heb hier een helm en die zet ik op mijn hoofd en dan kijk ik naar twee beeldschermpjes. Zo, ik zie nou twee beeldschermen. Het is nu net alsof ik in een computerwereld ben. En jullie kijken ondertussen eventjes naar dat scherm en dan zie je wat ik zie. En ik hoor in mijn oren muziek om me heen. Nou, eens even kijken. Ik zie nu een wereld. Even om me heen kijken hoor, waar ik ben. Ik ben zo te zien in een kamer. Ik zie dus zwart met witte tegels op de vloer. Ik zie muren en ik zie daar een rode deur. Daar ga ik eens even heen. Ik kan door die deur heen en nu ben ik buiten. Eens even kijken hoor, waar ik ben. In een tuin en ik zie daar bomen. Nou, dan ga ik daar eens even heen lopen. Eens even kijken, bomen. En als ik nou terugkijk... Hé, dat is het huisje waar ik net uit kwam. Ik ga er even terug. Ik kan zo het huisje weer in. En nu ben ik denk ik weer binnen. Zo. En dan kijk ik weer om me heen. En dan ben ik weer binnen. Zo. Wat is er nou gebeurd? Hier zit een computer in het apparaat. En die computer simuleert een andere wereld. Simuleren, dat is doen alsof. Als jij bijvoorbeeld simuleert dat je ziek bent, dan doe je alsof je ziek bent, zodat je misschien een dagje niet naar school hoeft. Waarom doen ze dat hier bij de universiteit? Nou, ze zijn hier van industriële vormgeving, dat is deze afdeling. En ze geven hier dus allemaal vormen weer, hè? Die ontwikkelen ze. Vormen van dingen, van apparaten. Nou, bijvoorbeeld auto's worden vormgegeven of allerlei verschillende dingen.
Zo zijn ze hier aan het experimenteren ook met deze werkelijkheid. En dat ga je nu zien met blokjes. He, dat is een vorm daarvan. Je kan die blokjes dan van alle kanten bekijken. Dat ga ik nou doen. Ah. Nou, die handschoen die ik aan heb, die zie je nou ook in beeld. En ik kan nou naar bijvoorbeeld dit blokje toe en die kan ik vastpakken. Oh, ik had hem nog niet. With zero. Kijk, ik heb een blokje en die kan ik gewoon hier beetpakken en bijvoorbeeld hier neerzetten. En ik kan hem ook groter maken of kleiner maken. Ik kan hem van alle kanten bekijken. Nou, ik zet hem hier eventjes neer. Ik laat hem gewoon los en dan blijft hij staan. Nou, ik zag daar ook een balletje, dus dan ga ik daar eens eventjes heen. Zo. Oh, ik heb hem nog niet. Zero. Ja. En die zet ik er bovenop, maar dan wil ik hem wel groter hebben. Zo. Nou, heb ik al iets ontworpen, toch? Hier in het waterloopkundig laboratorium in Delft worden ook dingen nagebootst. Je ziet hier bijvoorbeeld een kaart van de Maasvlakte. Die is hier te zien. Op deze plek wilde men een elektriciteitscentrale gaan aanleggen. Bij een elektriciteitscentrale heb je koelwater nodig en dat water wordt door die centrale dus warmer. Men was bang dat als het warmere water uit de centrale zou lopen, dat er dan een enorme mist zou ontstaan. En dat is natuurlijk heel onhandig voor de schippers, de schepen in de buurt. Men moest dus onderzoek gaan uitvoeren. Dit is een foto van de maquette die ze hier hebben nagebouwd om te onderzoeken waar het warme water heen stroomt. Je ziet allemaal witte puntjes op de foto en dat zijn deze staafjes. En met die staafjes kijken ze waar dat water heen loopt. En wat bleek nou? Dat water dat blijft hier niet hangen, maar dat stroomt meteen weg, dus er is helemaal geen last van mist. Ik sta hier op de maquette waar je net die foto van zag. Dit is de Maasvlakte, hier is de zee en daar is de nieuwe waterweg. Nou, ze hadden hier dus die elektriciteitscentrale gedacht, die het warme water die kant op loost. En dan hebben ze hier dus ontdekt dat het warme water die kant op de zee opstroomt en dus meteen weg is. Nou, het nabootsen mee uitvoeren, dat ga ik even bekijken. En u bent Frank van Stralen en u voert allemaal van die simulaties in de computer en er worden dan berekeningen mee gemaakt. U kunt het laten zien? Ja hoor, wat ik wil laten zien is een haven in Nieuw-Zeeland waar een zuiveringsinstallatie gepland is en waar dan de verspreiding van de stoffen getoond wordt. Dit is het computermodel, zeg maar, met allemaal computercelletjes zoals het hier aangegeven staat. En hier wordt dan de simulatie getoond van de verspreiding van die bepaalde stof. Op dat punt is een zuiveringsinstallatie en om nou precies te weten hoe goed dat werkt, is dit model gemaakt. Dit is het jaar 2000 speelt zich dan af, waarbij dan de situatie van dat moment gepland is en waarbij de hoeveelheid stoffen die dan geloosd worden ook in beeld gebracht wordt. Ja, dus dat zijn allemaal berekeningen waar dan weer simulaties van gemaakt worden. Ja, elke vijf minuten is er een berekening gemaakt en dat wordt gewoon grafisch in beeld gebracht. Ja. Heeft u nog meer voorbeelden? Jazeker. Ik zal een situatie laten zien dat is dat speelt zich af in Basel. En dat is een aantal jaren geleden was er een brand in de Sandels verffabriek. En tijdens het blussen is een heleboel vervuild materiaal, vervuild bluswater in de Rijn terechtgekomen. En om nou te weten hoe de concentratie zou worden in Nederland, is een model van de grond gehaald om te kijken van die concentraties in de loop van de tijd in Nederland, om te kijken welke scenario's er in het waterbeheer gedaan moesten worden, welke sluizen er dicht gedaan moesten worden. Om te kijken om zo min mogelijk schade aan het milieu te berokkenen. Dus er was een ramp en jullie hebben heel snel een simulatie gemaakt. Ja. Allemaal berekeningen gemaakt om te kijken wat voor maatregelen er in Nederland genomen moesten worden. Ja, inderdaad. Ja. En hoe kwam dat water toen bij Lobith ons land binnen? Nou, daarvoor was het nodig om de verspreiding vanaf Basel zeg maar na te bootsen. En te kijken van wat uiteindelijk de concentraties bij Lobith zouden worden. Met die kennis konden we dan weer verder in de andere modellen die hierna liggen.
om te kijken wat die concentraties werden in de gevoelige gebieden, dus de drinkwaterinlaat. En om te kijken welke scenario's voor de sluizen nodig was om die concentraties zo laag mogelijk te houden. Dus er was een ramp gebeurd en jullie hebben heel snel een computermodel gemaakt om te kijken wat voor maatregelen er in Nederland genomen moesten worden. Ja, je ziet dus, het is inmiddels al wel een stuk verdund. De concentraties zijn natuurlijk hier aangegeven. We kijken nu even naar het laatste stukje maar even. Dan zien we namelijk het stukje rond Rotterdam, hè, bijvoorbeeld. Er zijn namelijk inlaatpunten voor water, voor drinkwater. En dat moest natuurlijk zo zuiver mogelijk gehouden worden. In deze situatie is bijvoorbeeld de Haringvliet dichtgegaan. En waarom? Ze wilden die vlek, die concentraties, dat vervuilde water, wilden ze zo snel mogelijk naar zee lozen. Als ze deze haven open of de sluis hadden opengelaten, dan had hier vervuild spul ingekomen, had heel lang daar gebleven en had schade aan het milieu berokkend. Nu is het dicht en gaat het zo snel mogelijk via die takken, via Rotterdam, via de Maasvlakte, gaat het naar zee. En we zien daar ook weer de Maasvlakte. Ja, we zien hier de Maasvlakte en je ziet hier de concentraties in de havens, heel duidelijk. Ook daar blijft het wat langer, dus de concentraties blijven daar wat langer hangen. Maar na zo'n 17 dagen was het probleem eigenlijk de wereld uit en lag het allemaal op zee. In de vorige aflevering van het Computerjournaal was de prijsvraag hoeveel...